Madrid, daar hebben mensen ze geschonken aan Music Fund, een organisatie die oude instrumenten verzamelt en ze een nieuw leven geeft in muziekscholen in Afrika en het Midden-Oosten. Daar kunnen de mensen vaak zelf geen instrumenten betalen, maar ze hebben des te meer nood aan muziek. Muziek is denk ik over heel de wereld belangrijk, maar het is wel zo dat als je er niet goed voor staat, dan is het misschien soms nog veel belangrijker om muziek te kunnen maken. Om je beter te voelen, om je als meer mens te voelen ook. Hè. Lucas is dolgelukkig, want het is de eerste keer dat hij zoveel schenkingen heeft gekregen. Alle blaasinstrumenten passeren eerst langs Joris. Hij kijkt ze na en herstelt ze als dat nodig is. Bij bepaalde heb ik toch al gezien dat er het een en ander toch aan te doen is. Stukken die mankeren, kleppen die verwrongen zijn. Joris reist de instrumenten die hij oplapt ook af en toe achterna. Hij leert de mensen van de muziekscholen hoe ze de instrumenten moeten onderhouden. De deugd van al die mensen die zien spelen op die instrumenten. Ze kunnen dan orkesten vormen, ze kunnen dan beter lesgeven. Het geeft een warm gevoel.